Nu kan ik wel een beetje praten. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en de tijd dat ik heb geslapen, heb ik wel echt lekker geslapen. Maar het is alleen een beetje vroeg. Ik sliep vannacht om 1 uur en het is op dit moment 7 uur in de ochtend. En ik werd voor het eerst wakker om 6 uur in de ochtend. Ik deed mijn ogen open en ik bewoog een beetje en toen werd Maya wakker en toen keek ik hoe laat het was en toen vroeg ik ook aan Maya, heb je enig idee hoe laat het is? Ze zei nee, ik zei 6 uur. Ze zei wow. Nu is het dus 7 uur in de ochtend, ik heb nog even 3 kwartier geslapen en toen ging ik met een wc-rol, of nou, ik ging op zoek naar een wc-rol, want ja, ik had geen idee waar die lag en ik moest echt een grote boodschap doen. Dus ben ik op zoek gegaan naar de wc-rol. Kwam ik er dus ook achter dat serieus Sander en Ulvar buiten liggen. Gewoon zonder tent. Die liggen gewoon letterlijk met deze temperatuur. Het ziet er misschien prachtig uit, maar het is echt koud. Dat ze gewoon buiten liggen. Nice. En ja, toen ben ik hier omhoog gelopen vanaf daar. En heb ik even een grote boodschap gedaan. Dus dat is hoe mijn ochtend eruit ziet hier in het prachtige Noorwegen. Ja, goed. Ik weet niet of ik nog kan slapen. Daar kan ik best wel hard praten. Want je hebt hier een beetje een muur van stenen. En je hebt natuurlijk de waterval van daar. Waardoor er echt zware stroming is. En dat maakt heel veel lawaai. En hoe dichter bij ik bij de tentjes kom, hoe minder hard ik kan praten natuurlijk. Omdat de rest nog aan het slapen is. Maar ja, goedemorgen dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is een van de weinige keren dat ik in mijn leven wild heb gekampeerd op deze manier. Ik heb wel eens vaker in tentjes geslapen buiten. Ook vroeger op vakantie toen ik een kind was. Toen heb ik ook wel eens in tentjes geslapen. Maar zo op deze manier in het prachtige Noorwegen. Wauw. Echt super gaaf. Oh ja. Niet te vergeten, de reden dat ik wakker werd om 6 uur in de ochtend is omdat er serieus die schapen aan het eten waren naast onze tent. Die bel was zo hard. Niet normaal. Ik ga even met de drone vliegen. Hoe kijk nou. Holy moly. Dit is echt absurd. Dus ik ga even de drone erbij pakken en dan ga ik lekker drone shots voor jullie maken. Toch nog wel even een tijdje geslapen. Ik heb toch nog wel even geslapen. Ja, lekker man. Ja, ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Ik dacht, ga toch nog even liggen. Je weet me nooit wat er gebeurt. En ik was weg. Ja, gelukkig maar. Hoe lang had je nog verder geslapen? Tot die schapen, of niet? Dames en heren, we gaan ontbijten. Ik ga je even meenemen naar het ontbijtje. Oei, oei, oei. Kijk dan. Het is 10 uur in de ochtend. Oh man. Morning. Good morning. Zo, we zien er wel allemaal een beetje gaar uit, of niet? Ja. Lekker geslapen? Lekker geslapen? Oh nee, we moesten anders doen, hè? Ja. Heb je lekker geslapen? Ja, echt wel. Serieus? Ja, nou, best oké. Okay. Oh, die hele rug helemaal straks. Oh. Heb je echt lekker geslapen? Natuurlijk niet. Oh. Ik lag op de grond. Dat is ja. Hoorde je ook de schapen 6 uur geweest? Ja, niet normaal. 6 uur 's ochtends was dat. Hij slaapt daar gewoon doorheen, ja. Echt? Geen bellen gehoord. Ik zei toch, slaap lekker. Nou, we hebben hier ontbijt. Toilet paper. Kijk dan. Oh, really? Ja, yeah. I need a toilet paper, so I asked him. Because he was waking up. I think because I was using the zipper of the bag. And maybe he thought I was a sheep trying to sniff to the stuff. Okay, anyways. Lekker wakker worden. Hier gaan mensen weg met de kajak. En wij gaan ook straks weg na het ontbijt. Beautiful. Beautiful. Dames en heren, ik heb nog even een lekkere cappuccino hier. En Myron, die is lekker aan het tandpoetsen. En in de tussentijd komt er een toeristenboot voorbij. Die helemaal packed is. Even lekker tanden poetsen. Dat is fijn. Dat vind ik een mooi plaatje zo. Dat is fijn. Dat is fijn. Dat is wel een grote boot al dit. Een rondvaartboot. Zo, eventjes mijn bekertje schoonmaken. Oh, dit water is zo koud en zo schoon schijnt het. Dat is echt niet normaal. Zo. Hoppa. Yes! Ja, ik voel hem macht ook. Yes! De zon. Ja, dit is mooi. Niet normaal. Ja, dan komt hij nu.
Oh mijn god. Dit is echt niet normaal. Er komt hier een boot voorbij, die zit volgepakt. Dat is niet normaal. Wow, yo. Ja, als de weersomstandigheden goed zijn op zeg maar de weer-app, dan zijn alle toeristische dingen in Noorwegen gewoon zwaar volgeboekt meestal. Omdat het kan ook best wel vaak regenen en slecht weer zijn. Dus als het een keer mooi weer is, dan wil iedereen natuurlijk dezelfde activiteiten doen. Zoals met een treintje omhoog of een boottocht in de fjord. Ook al zou ik dat kajakken dus wel echt aanraden. Maar goed, in ieder geval, de zon die is er. Holy moly, wat is dat fijn. En dit is de boot waar ik het over heb. Die helemaal vol zit. Gaat die zo weer weg, de zon? Oh ja, achter die berg daarnaast. Oh, maar dit is wel echt een plaatje, hè, zo. Holy moly. Heel fijn. Even lekker tanden poetsen, hè, jongen. Heerlijk. Ik ga ook even tanden poetsen. Dames en heren, het is tijd na het tandenpoetsen om de tent af te breken en weer te gaan kajakken. Dus we gaan nu alles opruimen. Zij hun tent, wij deze tent. Het is dat Marja naar mij vroeg, heb jij de tandenborstels? Want anders hadden we die laten liggen hier. Wow, dat is zo fijn dat ik dat nog even vroeg. Ja, zeker. Zo, ik heb een nieuw hoedje op, dames en heren. Kijk dan, wat een avonturier. Ongelooflijk. Mochten jullie nieuwsgierig zijn, Enzo, waar hou je dit mooie shirt vandaan? Enzo, waar hou je dit mooie handige tasje vandaan? Check eventjes knolpouw.nl. Gloednieuwe items. Prachtige lancering gehad. Shoutout naar iedereen die een bestelling heeft geplaatst. Tag me op Instagram. Ik repost het of ik reageer. Dankjewel daarvoor. En we zijn helemaal klaar. We hebben de tent afgebroken. En dan neem ik deze grote tas mee. Maar we nemen die tassen mee. En dan kunnen we alles weer in de kajak gaan proppen. Hoppa. Check dan eens eventjes waar we zijn weer, dames en heren. Niet normaal, wat een uitzicht. We hebben nu de helft gepaddeld. We zijn gewoon heel even aan het chillen hier. Even aan het peddelen. Even aan het rusten. Ik moet nog een beetje wakker worden, eerlijk gezegd. Maar kijk dan, ongelooflijk dit uitzicht. Het is echt insane. Niet normaal. En daarboven zie je nog steeds gewoon allemaal sneeuw liggen. En het lijkt alsof het gewoon een klein beetje sneeuw is, maar het is echt heel erg veel sneeuw. Precies hetzelfde op die berg. Dan zie je ook een paar kleine witte spots. En al helemaal op die berg daar, daar zie je het wel echt heel duidelijk. Dan zie je allemaal van die, witte spots met sneeuw. Maar jeetje, dit plaatje wat ik nu heb, dit plaatje zeg maar hier voor me. Dit is eigenlijk wat je dan een beetje ziet altijd op die Google afbeeldingen. En nu ben ik hier gewoon echt. Ik snap er helemaal niks van. Het is echt bizar. Marjan heeft wat gelezen. Ik heb vanochtend gelezen dat, ik weet niet in welk jaar, maar ze doen toch altijd zo'n most beautiful... Of iets met heritage of zo. Heet dat ook? Een World's Heritage List of zo. Van de mooiste plekken van op aarde. Oh ja. En deze had gewoon gewonnen. Noorwegen? Ja, nee, de fjord. De serieus? Fjorden. Ja. En dat had gewoon gewonnen over de Grand Canyon en dat soort plekken. Maar gewoon precies deze fjord? Ja, hier. Of gewoon een fjord? Ja, sowieso weet die oever dat wel, denk ik. Maar ik heb dat vanochtend gelezen. Hij zei ook dat dit... stuk, dit stuk en dat stuk daarachter, dat die op de World Heritage List staat. Dus dat is part of, zeg maar, de mooiste plek op aarde. Mooi, dat is echt ziek. Ja, lijp, hè? Ja, maar ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, moet je gewoon kijken, joh. Absurd. Echt absurd. We gaan er weer vandoor. Paddelen! Oh ja, nog één ding. Weet je wat echt super sick is? Er kunnen dus serieus haaien hier zitten. Want dit is geconnect met de zee. Vandaar ook dat je een zeehond zag gisteren in de vlog. Dat was echt sick, op de drone. Dat was echt heel nice. Maar los van dat kan hier dus ook wel eens een haai terechtkomen. Want ja, het is geconnect tot de zee. Dus dat is wel echt heel erg bijzonder. Maar het is waarschijnlijk niet dat het vaak voorkomt. Maar het zou eventueel wel kunnen. Ik kan maar geen genoeg krijgen van dit shot, schat. Ja, het is echt niet normaal.
Holy moly. Can I go out the car and film him? Yes, on your own responsibility. What? Dit is ziek. Hallo. Hey. Kijk dan. Oh, dit is echt sick. Dit is echt niet normaal. Gewoon in het wild hier. Oh, er komt een auto aan. Oh, dit is echt ziek. Die liggen hier gewoon allemaal langs de weg. Yo, het lijkt wel alsof deze die drie bewaakt of zo. Snap je dan wat ik bedoel? Het is echt niet normaal. Kijk die horns. What? Check dit, dames en heren. Wauw. Gisteren lag hier dus een boot. 1200 personen die erop konden. Nou, deze boot is wel echt eventjes wat dikker. Niet normaal. Kijk dan. Jeetje mina. So, how many people are fitting on this boat? This one, I think, is 6,500 plus probably 2,000 staff. Wauw. 6500 mensen en ongeveer 2000 mensen die hierop werken. Dat is toch niet normaal dit? Er zit gewoon een glijbaan naar boven. Alles. Gewoon een klimpark. Ja, ik zie gewoon mensen klimmen daar. Hoe dan? Ja goed, in ieder geval, we moeten de kajakken die we achter ons hebben, die moeten we dus hier eventjes bij het strand even eraf halen. Dus die moeten we even tillen. En ook wat equipment. En dan daarna kunnen we weer door naar het huis van Sander. En daar staat onze camper. Oh, daarachter ligt dus nog een boot, hè? Dit is niet de enige. Kijk, daarachter. Maar dat is dan weer een hele kleine vergeleken met deze. Terwijl dat een beetje zo'n boot was die er gisteren lag. Dat is echt niet normaal. Zoals jullie kunnen zien, de kajaks die hebben we gedropt. En we gaan nu alle tassen eruit halen. En dan gaan we de hele camper weer inpakken. Ook de camper eventjes opruimen. Want gisteren toen we gingen vertrekken, hebben we best wel snel alles uit elkaar, uit de tassen gehaald, uit de kastjes gehaald. Dus we gaan de camper zo eventjes netjes ordenen. En dan gaan we onze reis weer vervolgen, dames en heren. Het zit er nog niet op, gelukkig. We gaan gewoon lekker door. Ik zal jullie eventjes meenemen in een opgeruimde camper. Kijk. Hallo. Kijk dan hoe super nice. Alles helemaal netjes, geordend. Mijn laptopje. Ik heb serieus 3 batterijen gebruikt voor de drone. Dus die gaan allemaal aan de lader vandaag als we weer stroom hebben. En voor de rest achterin ook gewoon prima. Alles weer opgeruimd. We hebben daar de vuilniszak. Voor alles netjes. Clean. Heel clean. Super nice. Dus ja. Yeah. De deur dicht. Bedanken voor de mooie trip. Dan gaan we er vandoor. Boom. Sander. Yeah, thanks for this. Thank you so much. Thank you so much. It was really, really nice. Nice. Thank you so much. That's good. I really loved it. Yeah. We enjoyed the nature, your company. The food. The food. Yeah, the food. The guide. Yes, the guides. Thank you so much. No worries. Thank you for the fishing tips as well. No problem. I wish you good luck with the company and the future. Okay, dames en heren, we gaan er vandoor. Echt even een shout-out naar Oedevar. Do I pronounce it good? Yeah, that's good. Nice. En Sander, shout-out naar hun voor het meenemen op deze trip. We hebben echt super erg genoten. Wil je nog meer informatie weten over hun bedrijf, over de trip? Check even het linkje in de beschrijving. En daar kan je alle informatie vinden. Het is een beetje een oude website, zei hij zelf ook al. Maar de informatie die je nodig hebt staat erop. Dus mocht je hier in de buurt zijn dit seizoen, dan zou ik wel snel zijn. Want ze zijn redelijk volgeboekt. Maar misschien kan je nog wel ergens een trip maken. Goed, nu ik dat gezegd heb, gaan wij gewoon weer echt verder. Let's go. Let's go. Camper is er klaar voor. En sorry dat ik misschien, ik heb net dropjes genomen. Is zo lekker. Mm. Do you like the drop? Ja, is nice. Ja, is good. Nice. Ja, Maimus zei misschien is het leuk om een zak drop te geven. Dus ja. Nu hebben we hun een drak, sop. Een zak drop gegeven. Ja. Dus, ja. Kijk hoe gek dit eruit ziet, hè. Dit is gewoon dat kleine cruiseschip, mensen. Echt bizar. Ja, vlam. We gaan er vandoor. We bevinden ons op dit moment in een van de langste tunnels ter wereld. Dit is echt bizar. Deze tunnel is 25 kilometer lang. We zijn afgelopen jaar nog in een andere tunnel geweest die 17 kilometer lang is. Dat is de Goddardtunnel. Als je naar Italië gaat bijvoorbeeld, kun je daar doorheen rijden. En deze tunnel is gewoon 25. Kijk, we hebben 10 kilometer al gehad en we hebben nog 15 te gaan. Dat staat elke keer langs zo'n bordje. Elke kilometer zie je een bordje hoe lang het is die kant op en hoe lang het is terug. En je hebt natuurlijk om de havenklap brandblussers en SOS-telefoonpalen en van die zijwegen van als er nood is of iets. Maar het lijkt me ook echt de grootste nachtmerrie dat als je op reis bent en je serieus brand krijgt of autopech. File.
file, dat is ook inderdaad verschrikkelijk iets voor in zo'n mega lange tunnel. Ik denk dat er weinig mensen zijn die het leuk vinden om in zo'n tunnel te rijden die 25 kilometer lang is. Ook al moet ik zeggen dat ik er geen probleem vind, maar het is wel gewoon lang. I don't know, je moet gewoon niet te veel bij nadenken natuurlijk. Het is gewoon zitten, rijden, muziekje op en dan komen we er vanzelf wel. We zitten nu in een tentje met z'n allen. We waren even de planning aan het bespreken. En toen scrolde ik door mijn foto's. En toen dacht ik in één keer van... Oh ja, deze foto heb ik vanochtend voor het eerst gemaakt. Oké, dit was om 6 uur vanochtend. Ja, 6 uur vanochtend. Komt ie, ja? Niet van je kak, hè? Nee, kijk. Mooi, joh. Oh, fijn, hè? Netjes. Zal ik mijn... Ja, oh ja, dan ben je wel aan het kakken. Ja. Echt influencer. Kun je mijn foto's zien van vanochtend? Ja. Ah, zo. Jeetje, wie is dat? Slaapoogjes, hè? Oh mijn god, ik ga echt zeker naar rechts swipen. Oh, nog één. Oh. Oh, je hebt er meerdere gemaakt. Ja. Ik zit naar rechts. Niet normaal. Leuk, hè? Ja, nee, echt gaaf. Echt mooi. Ja, echt mooi. Oh, ik ben echt fan of hem. Ik ben echt fan of hem. Nice, bro. Wil je dat even laten weten nog? Ah, oh, thanks. Laat weten wat voor mij. Ja, thanks. Ik waardeer het. Dit is een hele aardige ober uit Noorwegen. Die, ja, ik weet niet wat hij zegt in het Noors de hele tijd. Maar kijk, daar komt hij. Hij komt de pizza brengen. Jolle blokkenvogel? Super, dankjewel, man. Zo, kijk eens. We hebben een pizza pepperoni met z'n tweetjes. Dankjewel. Eet smakelijk, schat. Deze moet ik eigenlijk nog vangen, deze vis. Kijk dan, wat een joekel, hè. Niet normaal. Maar ja, ik weet niet of het nog gaat gebeuren. Eet smakelijk, bro. Dankjewel, maatje. Nou, ik heb nog even lekker wat drinken voor onderweg mee. En wat we nu gaan doen is naar de camping. Op de camping. Op de camping. Dat stemmetje is zo grappig voor jou. Welke? Op de camping, Milena. Dat is ook het enige wat ik met dat stemmetje zeg. En ja. Knolpower.nl, bro. Oké, we gaan dus naar een camping. Alleen we weten niet of er plek is. Op dit moment is er plek. Maar we weten niet of het als we aankomen. Stel voor, die lukt niet. Dan hebben we nog een andere camping. Die hebben we ook gebeld. Die heeft op dit moment ook plek. Maar als we aankomen, dan weten we het niet zeker. Dus dat is wel echt een ding, hoor, hier zo. Dat je kan niet altijd, zeg maar, van tevoren zeggen, ja, reservatie. Reservering. Ja, aan de ene kant wil je gewoon lekker met de camper toeren en gewoon zien waar je staat. Maar eigenlijk moet je wel... Ik denk 2 dagen van tevoren een soort van je route uitstippelen en alvast een plek reserveren. Ja. Ook al kun je bij sommige campings geen plek reserveren en is het gewoon komen en staan. Ja, dus het is even een beetje wennen hoe het gaat soms, maar we beginnen het al onder de knie te krijgen. Ja. Daarom hebben we ook gewoon niet al onze hoop gevestigd op 1 camping, maar hebben we dus 2 campings gebeld. En dan gaan we eerst naar de 1 en als die vol zit, dan kunnen we precies op dezelfde route een stukje doorrijden naar de ander. Precies. Dus we hebben een backup plan. Nee, en dat is fijn, hè? En dat is fijn, een backup plan. En we hebben nu ook voor de zekerheid eigenlijk al de komende 6 dagen een beetje gepland qua wat we nog willen doen. Want we zijn nog 6 dagen in... Tenminste, we hebben nog 6 dagen vakantie. Ja. Dus we hebben dat ook al een beetje uitgestippeld. Dat is ook fijn. Dan weet iedereen ook een beetje waar die aan toe is. Ja, zeker waar. Klopt helemaal. Nou, hé, top! Dan is dat de planning, dames en heren. Dit meen je niet. We hadden het er net nog over en het gebeurt gewoon. We staan in de file, in de tunnel. We staan serieus in de file. Ik zie hier wel een gevarendriehoek. Ah, iemand heeft pech. Ah, een lekke band. Nee, dat meen je niet. De hele wiel was eraf. De band was eraf, de hele band. Ik zag alleen nog de vel waar die op reed. Yep. Wow. We hadden het er net nog over. Deze mensen hebben gewoon pech. En dat is ook echt lullig, want deze tunnel is 7 kilometer. Ja. En nog 1 kilometer te gaan en ze hebben pech. Je ziet het licht al daar. Ja, damn. Damn. Net als we het over hebben, dat is zo toevallig. Wel gek, ja. Dat is een beetje gek. Wel gek, ja. Thank you.
gebeurt hier? Waarom stop je? We gaan met de boot. Yes! Hoppa! Even met de pont. Dit is wel mooi, hè? Oh, als we hierboven staan? Oh, denk ik net niet. Als we hierboven staan hebben we een... Oh, je hebt hier sowieso wel mooi uitzicht. Ja, zeker wel. Ja hoor. Kijk dan. Oeh, heel ziek dit. Heel nice. Volgens mij is deze ook niet heel lang. Volgens mij zijn we 20 minuten onderweg of zo. Klopt, ik denk dat dit ook de eerste keer is dat we gewoon lekker blijven zitten. Zo met raampje open. Heerlijk. Ik maak geen grap. Ze zijn gewoon nog steeds niet terug. Echt? Ik maak geen grap. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Nadine ging tegelijk met mij de camper in. Maar er zit niemand achter het stuur. Gewoon, we moeten straks rijden en ze zijn nog steeds niet terug. Wow, jullie moesten al lang in de auto. Oh, we hebben echt geluk dat wij de rechte baan hebben dat we nog niet moesten rijden. Maar het werd omgeroepen alles. Ik denk, dit meen je niet. Dit zou echt zo'n situatie zijn dat iedereen begint te toeteren, weet je wel. Rijden. Okay. Maar we hebben echt geluk dat eerst de auto's moeten en dan pas de campers. Maar dat is op zich logisch, want als eerst de campers gaan, dan blijft iedereen achter die campers plakken. En wij camperlui en caravanlui kunnen beter achter auto's plakken. Ook al moet je gewoon niet te hard rijden in Noorwegen, dat is echt een no-go. Eigenlijk nergens, maar hier is de... Oeh, mooie Porsche Taycan. Maar hier is de boete echt bizar hoog, maar echt bizar. Goed, we gaan weer van het schip af. Dit was echt een hele mooie, misschien wel de mooiste. Omdat hier die fjorden bij elkaar komen. Dat zag je ook wel op de drone shot en zo. Echt sick. Echt heel mooi. Oké, pakken we meteen weer een tunnel. Lengte 3 kilometer. Ambla tunnelen. Let's go. Kijk hoeveel sneeuw daar ligt. Ongelooflijk. En toch zo ook mooi weer. En weer een tunnel. 6 kilometer lang. 6 kilometer lang? 6,7. Wow, ik ga nu opzoeken, want in de tunnel heb je gewoon internet. Ik ga nu opzoeken hoeveel kilometer bij elkaar alle tunnels van Noorwegen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben heel nieuwsgierig. Even een leuk feitje van de dag. Ik ga jullie straks vertellen, hopelijk, als ik het nog kan vinden op internet, hoe lang alle tunnels van Noorwegen bij elkaar zijn. Maar ik heb een beetje moeite om die informatie te vinden. Maar gaandeweg op het internet was ik een beetje aan het surfen. Dan kwam ik allemaal andere vette informatie tegen. En ik ga vragen of de anderen dat weten. Maar eerst ga ik jullie even laten zien dat wij op een nieuwe spot zijn aangekomen. Op een prachtige locatie. Ze hadden nog deze twee camperplekken die je nu vanaf boven ziet vrij. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En we zijn wel omringd door een paar Nederlanders. Maar hey, hallo. Gezellig dat we er allemaal zijn hier zo, de Nederlanders. Alle verzamelen. Er is hier een prachtige omgeving. Het is hier wel wat kouder, want we zijn wat verder in het noorden weer gereden. En er ligt daar best wel een hoop sneeuw daarbovenop, zoals je kan zien. En Marvin is op dit moment aan het koken. Super nice. Pasta pesto eten we vanavond. Ja. De pasta pesto net als in Nederland. Nou, we hebben geen verse pesto. Oké. Okay. Maar dat smaakt iets anders. Maar dit is ook wel lekker, denk ik. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus dat wordt lekker smikkelen. En als ik dan even naar de overkant ga, dan zijn de boys lekker aan het chillen op een telefoontje. Ja, ja. En Nadine staat in de keuken ook te kokkerellen. Of, oh, je bent aan het afwassen. Ja. Wat heb je hier aan het maken? Het is Mironder pasta. Dit is allemaal van Mironder ook? Ja. Ah, want wat heb jij net gegeten dan? Vissticks. Hoor je, joh. Lekker. Heerlijk. Ja, we hadden natuurlijk net ook al pizzaatje gegeten. Ja, die had ik niet, heel dus daarom... Ja, precies. Oké, dus Marjan en ik die eten alleen de pasta pesto, want we hadden al genoeg aan pizza. Tenzij jullie nog pasta pesto willen, kan dat. Ik eet ook pasta pesto. Ah, oké, ja, dat kan. We hebben genoeg, dus. Anyways, Noorwegen. Hoeveel inwoners heeft Noorwegen? Noël? Even denken... 3, 2, 1... 14 miljoen! Oké, Finn. 3, 2, 1. 53 miljoen. 63 miljoen. Oké, 63 miljoen. Oké, Marjan, hoeveel inwoners heeft Noorwegen? 5? 8 miljoen. 8 miljoen, zegt Marjan. En Noël zei? 14 miljoen. Ja. Ik zei 53. Het is maar 5 miljoen. Jawel. Ja, Noorwegen heeft 5 miljoen inwoners. En dat maakt Noorwegen een land dat er maar 13 mensen op 1 vierkante meter wonen. Als je het bekijkt qua landschap. Dat is echt insane. In Nederland is dat echt veel hoger. Veel hoger. 13 mensen op 1 vierkante meter. Ja, dus 1 vierkante meter, daar wonen gemiddeld dan 13 mensen. 1 vierkante kilometer dan, toch? 1 vierkante kilometer. Ja. Zei ik 1 vierkante meter? Oh. Ojo. Oké. Dat is wel heel krap. Jongen, allemaal stapelen. Hey, hoe gaat het van boven? Circus. Allemaal op elkaar schouder. Nee, dat is niet zo. Oh.
Oh. Ik bedoelde dat toch niet zo? Weet ik maar. Maar bedankt voor het corrigeren. Goed, ik probeerde dus alle tunnels bij elkaar te zoeken en dan de lengte daarvan. Maar die kan ik dus niet vinden. Oh, gaat goed, gaat goed. Ze zeggen dat je een houten lepel in moet doen, dat het dan niet kan overstromen. Hackney. Heb je niet? Heb ik niet. Oh, Hackney. Ja, de Hackney. Ja, een paar Noorse woorden, Hackney. Oké, dus ik ben aan het zoeken, maar ik kan het niet vinden. Ik doe eens een gok. Wat zijn alle tunnels bij elkaar? Misschien 150 of zo? 150 meer. Kilometer? Ik denk ook veel meer. Laatst was 25. Ja, 25? Ja, ik denk ook veel meer hoor. Okay, dan en wat is de hoofdstad van Noorwegen? Sri Lanka. Gast, als je dit niet weet! Oslo. Ja, we zijn er nog geweest namelijk. Damn, Sri Lanka bro. Ligt wel Noors. Wat zeg jij? Oké, ik ben slecht in Noorwegen, maar Sri Lanka, dat is wel echt heel raar dat je dat zegt. Wat de heck. Wie is de huidige koning van Noorwegen? Harald. Harald. Ja, Harald. King Harald. King Harald. Den Bach. Nee, maar voor de rest kan ik niks vinden. Qua tunnels. Ook niet hoeveel tunnels? Meer dan 900. Dat is wel heel veel. Ja. Ontdekte liefst 900 tunnels in Noorwegen. De langste tunnel is maar liefst 24,5 kilometer lang. En daarmee de langste tunnel ter wereld. Maar dit is een oud artikel. Dus volgens mij is dat namelijk niet meer zo. Volgens mij is er een andere tunnel die net even wat langer is. Maar dit is dus heel erg lang wel de langste tunnel ter wereld geweest. Ja, dat zijn van die leuke dingetjes om te weten. Mocht er een expert zijn of iemand die veel weet van Noorwegen, laat even weten in een reactie. En like het allemaal even en geef het even een hartje zodat hij bovenaan staat. Want hoe lang zijn alle tunnels bij elkaar? Hoeveel kilometer? Ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Goed! Ik heb dus eventjes betaald voor de twee campers, voor de plekken. Ik heb douchemuntjes gehaald, ik heb wasmachinemuntjes gehaald. En ja, dat is allemaal weer gefixt. En op het bonnetje stond de wifi, dus dat is ook gefixt. En nu is het heel even chillen. Ik heb sowieso even een lange broek aangedaan en ik doe ook nog even een trui aan. Want het is echt een heel stuk kouder. Sowieso, er is nu geen zon meer hier. Maar op dit moment is het hier in Fjordland. We zijn in Fjordland. Ik weet niet hoe je het zegt eigenlijk. Fjordland. Zo schrijf je dat in ieder geval. Fjordland. 14 graden zonnig. Maar het voelt echt veel kouder. Maar goed, de zon gaat pas onder om 22:24. Zie je dat? Dus we kunnen nog wel eventjes een tijdje genieten van het licht. Check eens eventjes wat ik heb gedaan, dames en heren. Deze twee fietsen die we hebben meegekregen, die zijn zo knijtersgoed. We hebben allebei van de fietsen echt veel gebruik gemaakt. En dit is pas de eerste keer dat ik ze aan de lader doe. Dus hier is hij lekker aan het opladen. We hebben hier echt knijters veel stroompunten namelijk. En niemand anders heeft het nodig. Dus we hebben serieus nog 4 stroompunten over. Hier 1, hier 2. Dus dit is echt een ideale gelegenheid om even gebruik te maken van alle stopcontacten. En beide fietsen even aan de lader te zetten. En in de tussentijd de campers natuurlijk ook aan het stroom. En Marjan en ik gaan lekker eten hier bij de picknicktafel. Uiteindelijk wilden de boys toch geen pasta pesto. Ik zou zeggen zonde, want je weet niet wat je mist. Maar ik kan ze niet opdringen om de pasta pesto van mij te gaan eten. Nee, maar Finn had ook al een hele pizza gehad, hè? Ja, daarom. Oh, en Noël ook trouwens. Wij hebben eentje gedeeld. Yep, dus wij hebben nog wel echt goed trek. Dus, gezellig zo. Even lekker eten. Smakelijk. Dankjewel voor het eten. Ziet er echt super goed uit. En ja, het is zo'n mooie omgeving hier weer. Het is echt niet... Wat? En daar is echt veel sneeuw. Ja, ik had nog helemaal niet die kant op gekeken. Wow, yo, dat is echt sick. Wat? Ik keek de hele tijd die kant op, daar zo, bij het water een beetje en zo. Maar dat is echt niet normaal. Daarachter ligt zoveel sneeuw, het is echt insane. Ja goed, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik heb geen idee of ik hier vis ga vangen, maar het is een te mooie omgeving om niet nog even erop uit te gaan. Dus ik bedoel, kijk waar ik sta, dames en heren. Ik heb de fiets hier neergezet. Het is echt een heel, heel, heel klein dorpje. En ik dacht, ik ga gewoon lekker erop uit. Even in mijn eentje. Niemand wilde mee namelijk. Dus hier ben ik. Kijk dan hoe mooi. Ongelooflijk. Absurd. Het is zo troebel, dit water. Ik weet niet hoe het komt. Check dit, hé. Holy moly. Zo nice. Ik denk serieus dat hier geen vis zit. Ik snap het niet. Ik heb een visgids nodig. Ik ben nu op een plek gekomen. Dit is echt super mooi. Let op, ik heb hier mijn fiets even neergekwakt. Check dit. Holy moly. Wat voor zieke plek is dit, hé. Wow, mooie bloem. What? Hoe sick is dit?
Holy moly. Oké, dames en heren, het is tijd om lekker te gaan slapen. Het is bijna 12 uur en ik ben echt wel heel erg moe, want ik heb niet zo heel erg lang of echt per se fijn geslapen of zo in de tent. Dus het is wel nice om even wat slaap in te halen. Dus ik ga lekker een bedje toe. Marvin die gaat nog even douchen, maar ik ben echt veel te moe. Ik wil gewoon slapen. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.